En ze gaan wisselen nu de bal uit het spel is. Wie weet geeft deze spelers het beslissing. Een zetje, want ze staan weliswaar achter, maar er is nog genoeg speeltijd om daar iets aan te doen. Ja hoor, daar is hij. Daar hebben we de goal van Cristiano Ronaldo. Ja, kijk eens, het publiek op de bank en terecht, want dat was een geweldige actie. Die speler dribbelt de tegenstander voorbij, alsof hij er niet staat en dan de goal. Geweldig. En het staat weer gelijk, 1 tegen 1. En er zou een doelpunt zijn gemaakt in het Emirates Stadium. Voor wie? Doorgebroken met de bal. Uitermate knap afgerond, zeg. Oh, complimenten. Doelpunt. En ze leiden dus weer in de wedstrijd. Ja, dat was een fantastische uitbraak natuurlijk. Technisch heel verfijnd gedaan door die speler. Goede controle ook en uiteindelijk het hoofd uitstekend koel gehouden voor de goal. Indrukwekkend. Manchester United trapt hem. Laten we zien dat hij terug kan komen. En daarmee begaat de speler van Manchester City een overtreding. Voor die actie wordt een gele kaart gegeven. Lijkt me niet onterecht. Deze voorzet werken ze weg. Fernandes. Deze moet erin om gelijk te maken. Heel mooi een gevaar eruit gehaald met die verdedigende actie. Goed, dan zijn we daar ook weer van op de hoogte. Everton heeft op die andere grasmat dus een doelpunt willen te maken. Ze staan nog wel achter met 2-1. Inworp naar die tackle. De coach gaat wisselen. Bij Liverpool is gescoord. We schakelen over naar de studio. En weer is hij voor Liverpool. Ze staan nu op voorsprong 2-1 met 68 minuten op de klok. We zijn weer bijgepraat. Bedankt. We gaan Erling Haaland in actie zien. Daar kun je eigenlijk je ogen niet van afhouden, hè, Jeroen? Zie het. Enorme kans hier. Het gaat hier alle kanten op. Kort naar de tegentreffer. Doen ze wat terug en brengen de stand weer in evenwicht. Na dat doelpunt is de stand gelijk. 2-2. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Voor de voorsprong met een prachtige verdedigende actie neutraliseert hij die aanval. Heel vroeg stevig druk gezet hier. Rashford, makkie voor die doelman. Hij kan gewoon blijven staan. City heeft de bal. Cristiano kan opstomen. En dat is een mooie sliding van die speler. Cristiano Ronaldo. En we kunnen een doelpunt melden bij de ontmoeting in het Emirates Stadium. Nog maar eens een doelpunt voor het team van Arsenal. Met dank aan Martin Ødegaard. Een sterk staaltje, maar wel met hulp van de verdediging. Het staat 3 tegen 1. 77 minuten achter de rug. En natuurlijk weer bedankt voor de update. Ja, dit is absoluut een sliding waar je geel voor zou kunnen geven. En dat vindt de scheidsrechter niet goed. Nee, gele kaart. Fijne passeerbeweging van Cristiano Ronaldo. Bam! En dat is een mooi doelpunt. Wie anders dan Cristiano Ronaldo?
weet in deze wedstrijd een hat-trick te maken. Wat maakt hij ze toch makkelijk? Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Zo'n kans afmaken? Nou, laat dat maar over Cristiano Ronaldo. Dat kan hij als geen ander. Zet zijn voet heerlijk tegen de bal en met een enorme vaart vliegt de bal dan in het doel. Prachtig. Mannetje uitgespeeld door Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo heeft nu hulp van zijn teamgenoten. Om de wedstrijd echt te beslissen moet deze hoekschop tot doelpunt worden gepromoveerd. Niet voorgezet, maar kort gespeeld. Dit loopt goed af, maar een sliding is gevaarlijk hier. Acht minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is. Manchester City levert de bal in. McTominay. Daar is Marcus Rashford. Doorgebroken met de bal. Cristiano Ronaldo. Ja, raken die tellen hoor. En dan staan ze nu opeens twee doelpunten voor. Dat gaat snel. We trappen weer af en gaan verder met 4 tegen 2. En er zou een doelpunt zijn gemaakt in het Emirates Stadium. Voor wie? En weer is hij voor de mannen van Everton. De stand nu 3 tegen 2. We hebben 86 minuten achter de rug. We zijn weer bijgepraat. Bedankt. Stones. Ja, tot zover het balbezit van Manchester City. Link om zo'n overdeling te maken. Met al geel op zak. Wel streng dat hij nu weer geel geeft. Ja, het is consequent. Maar het is ook een domper dat hij er nu echt af moet. Hij is de bal kwijt. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Manchester United krijgt een corner. Doelman kan op zijn plek blijven staan om die bal te pakken. Thank you.
Se va a producir el cambio solicitado. Eso hacía falta. Propuestas diferentes para deshacer el empate. Será saque de banda. Thomas Partey. Cuelga el balón. Ahora la tiene el United. Malasia. Diogo Dalot. El cuero controlado y en los pies de Ronaldo que avanza. No, no, ahora el contrario tiene la posición. Odegaard. Se abren las opciones para la contra. La contra pintaba bien, pero terminó mal. Recibe Van de Beek. Chuta Cristiano Ronaldo. Ahí despeja el peligro, enviando la córner. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Viene desde la banda. Al final no ha podido ser. El tiempo aprieta y la afición del Arsenal intenta empujar a su equipo hacia la victoria. Ese ataque muere por el fondo. Saque de meta. Atención todo el mundo, porque quedan 20 minutos. Diogo Dalot. Puede ser una buena oportunidad. Cristiano Ronaldo. Gol, gol, gol. Se ponen por delante. Y queda muy poco tiempo de partido. Si no cometen errores, la victoria es suya. Ah, pues sí, se confirma lo que pensaba. Casi la para. Le ha faltado el canto de un duro. No se le puede reprochar mucho. Este gol, Paco, va a hacer daño. Y tanto, ambas aficiones ya daban por bueno el empate. Pero haría falta otra gran sorpresa para que el encuentro no termine así. Será tiro libre para los Diablos Rojos. Y marca gol, 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 gol. El United ya tiene dos goles de ventaja. Como dirías tú, Manolo, un remate animalesco. ¡Qué potencia! Nada de buscar la rosquita colocada. Le ha pegado con todo y para adentro. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. ¡Ojito con el contraataque! ¡Mano a mano con el portero! ¡Gol, gol, gol! ¡Qué animal el tercero de su cuenta! Hoy le está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Se sabía bien la teoría, pero ha fallado en la práctica. Es decir, a septiembre. Devuelve la posición a su equipo. Allá va con ganas de comerse al rival. Le pueden pegar. Ay, 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 se le va por encima del larguero. Van de Beek. Balón para Van de Beek. Pelota lateral, va a ponerla en juego el Arsenal. Parece que van a proceder a un cambio táctico.
Y coinciden los dos entrenadores que quieren probar una nueva estrategia. Gracias por la información, Antoñito. Cristiano Ronaldo. Eriksen ahí tiene mucho peligro. Gol, 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 gol. Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia, pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos, a mí me da que esto ya no va a cambiar. No consigue apoderarse de la pelota.